We zijn plotseling gewoon... We zijn in Utrecht. Moet je kijken. We waren dus hier bij het fort, hè, van de stelling van Amsterdam. Amstel zo afgekomen. Nu volgen we zo de Kromme Meidrecht. Maar aan die kant was Utrecht. Maar nu heeft deze polder Blokland... Alleen een kleine stukje. Dit stukje, daar hebben die bisschoppen van Utrecht kennelijk vastgehouden en niet afgestaan aan de graven van Holland. Want het was altijd gedonder hier op dit grensgebied. We zijn hier in feite illegaal dus. Ja, dit kan eigenlijk niet. We moeten onze route... Eigenlijk hadden we om die polder heen gemoeten zo. Ja, precies. Maar ja, het landschap is gewoon het Hollandse landschap. Zo Hollands als het maar zijn kan. Het is dat we hier een afspraak hebben. Precies. Een helder, zwaaide wolk, temperatuur 11 graden. Is dat in Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum, zuidwest tot west, 12 graden. Het KNMI is er zo'n 100 liter regenwater gevallen per vierkante meter. Tot enige tijd zeer zware storm tot orkaankracht. Op verschillende plekken is het knap dreigend. Ik heb geleerd dat de rampenplannen die we zo hebben liggen. Schiphol en de Bilt, zwaar bewolkt, 10 graden. Duizend jaar geleden lag hier een onbegaanbaar en onbewoonbaar veenmoeras. In het jaar 987 schonk de Duitse koning het recht om deze wildernis te ontginnen aan zowel de bisschop van Utrecht als de graaf van Holland. Maar omdat de afbakening in die wildernis nogal vaag was, vlogen de bisschop en de graaf elkaar voortdurend in de haren. En daardoor heeft de grens tussen Holland en Utrecht nog altijd een erg grillig verloop. Dit is de grensrivier nu, hè? Dus de overkant is Utrecht. De overkant is Utrecht en dit is Zuid-Holland. Dit is Zuid-Holland. We zijn nu in Zuid-Holland. In Zuid-Holland. Fokke Alta was namens Natuurmonumenten 30 jaar terreinbeheerder rond Nieuwkoop. Ja, we gaan nu op zoek naar een geschikt plekje om het verschil te laten zien in hoogteligging tussen het bovenland hier langs de rivier, dus langs de Kromme Meidrecht, en het uitgeveende, ingepolderde land hier aan de zuidkant richting Nieuwkoop en Noorden. Dit is wel een mooi voorbeeld. Hier zien we rechts dus bovenland. Rechts is het bovenland, dat is alleen een beetje ingeklonken. En aan de linkerkant, dat is dus uitgeveend. Dit. Het veen is eruit gehaald, is als turf verkocht naar de steden in de omgeving. Ja. Het werd één grote plas water en dat is toen drooggelegd. Maar de volgorde is dus, ooit was dit heel hoog. Ooit was het heel hoog. 1000 jaar geleden. Ja, ja. Hè? Ja. Dan kwamen er mensen wonen die vanaf het riviertje hier het gebied introkken. Die gingen dat ontginnen. Die gingen het ontginnen. Daar hebben ze dus de bovenlaag, dat is zeg maar moeras, bos en troep geweest, dat is er afgehaald. Ja. En die dikke veenlaag eronder, die hebben ze er afgegraven voor turf. Toen kwam je dus op de oude ondergrond, dat is dus hier zeeklei. Ja. En, maar daarboven stond wel 5 meter water. En om het gevaar van het water te bezweren, want ja, dat dreigde dus door te breken naar andere plassengebieden, maar ook dorpjes van die vervenen, zoals je hier hebt liggen, bijvoorbeeld een gat als Jacobswoude en zo, dat is helemaal door de turfmakerijactiviteiten van de inwoners, ja, zodanig in een enorme plas water terechtgekomen dat het hele dorp verdronken is. Hier net ten noorden van Nieuwkoop heeft een buurtschap gelegen, dat heette het Schoot. En dat is door de bewoners helemaal, ja, als het ware, het water ingeturfd. En verderop richting Woubrugge ligt Jacobswoude. En dat heeft precies hetzelfde lot ondergaan. En om dat gevaar te bezweren voor bijvoorbeeld een dorp als Nieuwkoop en Aarlanderveen en zo, hebben ze toen hier die plassengebieden drooggelegd. En naderhand zijn die polders ingericht, er zijn sloten gegraven, er zijn wegen aangelegd, er zijn boerderijen gebouwd. Dat is onder andere door Russen, tsaren, gebeurd. Door Russen? Ja, door Russen. Die hadden kennelijk nogal wat liggende gelden op de bank die weinig opbrachten. En die dachten van, nou, wij gaan zo'n polder inrichten. En van welk jaar spreken we dan? Nou, dat is dan zeg maar van net na de Franse tijd zo... 19e eeuw. Ja, 19e eeuw. Begin 19e eeuw. Nou,
moet je horen. Het ligt dus toch iets anders dan Alta tot nu toe heeft verteld. Dit is dus niet door Russen gebouwd. Het is alleen met Russisch geld gebouwd. Er is een of andere Amsterdamse bankier, meneer Stoop heette die. Ja, meneer Stoop blijkt dat geweest te zijn. Die had heel veel geld verdiend in Rusland. Heeft toen die zaak hier werd drooggemalen een heleboel opgekocht aan grond omdat, als belegging, pachtboerderijen gebouwd. En als dank voor het feit dat hij geld in Rusland verdiend had. Dat heeft hij die boerderijen Russische namen gegeven. Oh. Dus het ligt iets genuanceerder. We hebben in het roddelcircuit altijd gehoord dat het Russisch was. Maar alleen het geld is Russisch geweest en de man was een Nederlander. Ah, dat verklaart het. Weer zo'n Amsterdammer rijk geworden aan geld investeren in de polder. Precies. Eigenlijk hetzelfde is in de Beemster of waar dan ook. Oké. En zo zit het. Waar zijn wij thans? 13, 14. We zijn op een terras aan de Nieuwkoopse Plassen. De enige plek waar gewone mensen naar het water mogen kijken. Wij zitten nu. Dit paadje waar aan het eind die handwijzer staat, dat is hierachter. Oh, ja, ja, ja. En dan, de noordkant van de plas is eigenlijk helemaal afgeschermd door al die perceeltjes met die luxe bungalows erop. Kijk, zoals we hier op het terras van de jachthaven zitten, dan heb je een mooi uitzicht over die plas. Maar hier, dat is eigenlijk als het ware, ja, alsof er een hek langs gezet is. Ja. Je komt als toerist, als buitenstaander, kom je eigenlijk niet vanaf de weg de plas op. Ik zie het helemaal door, helemaal. Tot het einde door. Ja, laten we zeggen, de nieuwe rijken uit de stad die een riante locatie zochten waar ze een bootje konden aanleggen, een vrij groot erf. En het zijn allemaal eilandjes. Ze hebben allemaal een eigen bruggetje, een ophaalbruggetje of een draaibruggetje. En voor degene die niet op een paar dubbeltjes hoeft te kijken, zijn er dus gigantisch leuke mogelijkheden. En een gemeente die dat op die manier ook verkoopt. Ja. Want die gemeente had natuurlijk een stukje ertussen voor het publiek kunnen houden. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Maar ja, dan heeft het geld toch geprevaleerd. En er is met een paar hele luxe bungalows enzovoort is zo'n perceltje dan toch weer dichtgetimmerd. En aan de zuidkant. Veel VVD'ers in de gemeenteraad. Ja, er zitten relatief veel VVD'ers in de gemeenteraad. Dat komt er eigenlijk min of meer dat kan niet logisch missen. Uit logisch gevolgen. Wat de bewoners zich waarschijnlijk niet realiseerden, zegt Alta, is dat de plassen als lekke bloempotten boven de omringende polders uitsteken. En als er niet voortdurend water zou worden ingelaten, ze droog zouden vallen. Hier rechtdoor over de brug. En dan 50 meter over de brug rechtsaf de Hollandse Kade op een smal kadertje. En dat kadertje dat loopt tussen het plassengebied en de polder in Den Haag. Ja, waar die jongens met die trailer in de weg staan. Daar moeten we dan even rechtsaf. Het is ook alleen voor bestemmingsverkeer, maar onze bestemming is Lusthof de Haak, dus wij zijn nu bestemmingsverkeer. Dat weet deze wielrijder nog niet, maar. En die wil dat ook helemaal niet weten. Die wil dat helemaal niet weten. Deze kade is de Hollandse Kade. Dat is vroeger de scheiding geweest tussen het graafschap van Holland aan de rechterkant en het bisdom van Utrecht aan de linkerkant. Maar dit lag nog net in Holland, dus het is de Hollandse Kade. Lusthof de Haak werd in 1933 door een particulier aangelegd met allerlei uitheems gewas. Nu groeit er weer veel oorspronkelijks. Dan zie je, het water is, dat is wel helder. Redelijk van kwaliteit. Er groeit niet veel in, maar het is wel helder. Je kijkt tot op de bodem. Ja. Ook niet meer dan een halve meter diep. Dus dit is echt veenwater? Ja, dat bruinige, bruinachtige, dat is echt veenwater. Ja. Nou, dat is door het veenzuur zo bruin gekleurd. En je kan zien dat het nog best een aardige waterkwaliteit heeft. Aan die schrijvertjes, want die zakken niet door het oppervlaktevlies heen. En dat is een bewijs? Ja. Als je zo'n schrijvertje in een bak water laat zwemmen en je doet één druppeltje afwasmiddel erbij, ja, dan zakt hij er onmiddellijk doorheen. Dan breekt dat oppervlaktevlies, ja, en dan verdrinkt hij als het ware. Dit is eigenlijk een kenmerkend landschap? Dit is behoorlijk oorspronkelijk, ja. Hier is waarschijnlijk gewoon, dat zijn van die putjes van particulieren die dan hun eigen voorraadje turf voor de winter eruit haalden, die maakten zo'n gaatje. Hm. En dan gingen ze bij een andere eigenaar volgend jaar vragen van mijn kindertjes hebben het zo koud en mijn vrouw ziet ook helemaal blauw en mag ik alsjeblieft een putje turf in jouw landje venen? Nou, en daar krijg je dus die kleine putjes van. In een streekmuseum wordt ons eindelijk eens uitgelegd hoe turf gewonnen werd in dit gebied. Middels natte vervening. De baggerman, de
begint zijn zware werk. Om zijn rechter schouder en zijde een leerbaggerlap en om zijn heupen een 10 centimeter brede leren riem, de hengst. Hieraan afhangend een stuk leer als een spiraal gevormd, de leuter. Dan slaat hij de leuter om de stok en klept er de handen omheen. Zwaar werk moet het zijn geweest. Onze woordenschat wordt deze middag aanzienlijk uitgebreid. We leren dat de sloot waaruit het veen wordt opgebaggerd een petgat heet en het landje ernaast een legakker. Met de trekbeugel wordt een krop veen in de baggerbok gestort en met de mengklauw tot brei geroerd. Dan wordt met een boezemschop de bagger op de legakker geschept en met een treebord aangestampt. Als het is ingedroogd heet veen ineens turf. Met een turfplank wordt een patroon van steeds 8 bij 8 blokken getrokken en met de stikgraaf worden daaruit 64 turven gestoken. 14 dagen later worden die lange turven klein gestoken. Een goede turf is glimmende turf, die heeft veel bonk. Ten slotte wordt de turf van alle kanten gedroogd door opbreken, doorslaan, kantelen en op spray zetten. Daarna worden ze als een steupel opgetast en afgedekt met ruigt. Bij het begin van onze jaartelling, 2000 jaar geleden dus, waterde dit veenriviertje af in de Rijn. De Rijn was toen 200 meter breed en slingerde traag door die veenmoerassen naar de Germaanse Zee. De veldheer Coibulo was in het jaar 47 met zijn expeditieleger door zijn keizer Claudius teruggeroepen uit de moerassen in het noorden en had opdracht gekregen om op de zuidelijke oever van de Rijn een weg en een reeks forten te bouwen. Hier zijn we met de meien nu zo de Rijn ingekomen. Okay. Dit is de Rijn. Ik moet me voorstellen, hier kwam vroeger de Rijn, stroomde hier langs naar Katwijk en kwam daar in de Noordzee. Op de plek waar in de Romeinse tijd de Rijn lag, en dat is een paar honderd meter verder naar het zuiden toe. De Rijn is naar het noorden geschoven? Ja, die is een beetje naar het noorden verschoven. Die is verland, ook ja. Tot dit smalle stroom. Want het was veel breder natuurlijk. Maar die was veel breder. Dus die burg daar ginds die lag aan de Rijn? Aan de Rijn. En dat was een van de vele Romeinse grensforten van het Romeinse Rijn. En daar hebben jullie gegraven, hè? Die is opgegraven in de jaren 70. En daar is nog wat van te zien? En daar is op het terrein van de Hoge Burg is daar nog het een en ander van te zien. Archeoloog Wilfried Hessing brengt ons naar een teleurstellend grasveldje. Dit is het dus, hè? Ja. Het fundament van het fort. Ja, van het hoofdgebouw? Ja, eigenlijk het fundament van het hoofdkwartiergebouw van het fort. Het fort was nog groter, hoewel het een klein fortje was. Je moet denken aan iets van 60 bij 70 meter in het vierkant. Uh-huh. Met zijn brede front aan de Rijn. En in het midden van het fort lag een hoofdkwartiergebouw, de Principia. En dat was een gebouw wat de functie had van hoofdkwartier, voorraad, huis en ook heiligdom waar de standaards, het regimentsvaandel, werd bewaard. En ook waar de schatkist werd bewaard. Je had een zuilengalerij, dus een open ingang. En dan had je een binnenplein. Precies, dus als ik hier ben, dan sta ik op het binnenplein. Ja, sta je op het binnenplein. Dus het was eigenlijk, dat was het gebouw? Ja, dat was het gebouw. En heb je nou het idee dat er ook nog gewone mensen omheen woonden weer? Die woonden buiten de muur. Want die hadden voedsel nodig hier ook of zo. En daar waren de kroegen, de bordelen, de smederij. En we weten dat aan die kant, waar die voetbalveldjes, aan die kant daar lag het badhuis. En dat hoorde allemaal bij het complex, maar dat lag altijd buiten direct buiten de poorten. De Rijn vormde de limes, de limiet, de grens voor de Romeinen. Het water vormde een natuurlijke barrière tegen de Germanen. En het was een bevaarbare route voor de oorlogsvloot en de platbodems die bouwmateriaal uit de Eifel aanvoerden. De oever langs de Rijn was de enige strook stevige grond in de moerassen en vormde daarmee ook het enige begaanbare tracé over land richting kust. En daarom bouwde de genie van Coibulo op die oeverwal de Romeinse weg. Een ingenieus staaltje logistiek en ingenieurskunst van Keulen tot Katwijk. 14 meter breed aan de basis, het talud verstevigd met boomstammen uit het Zwarte Woud en met een wegdek van 6 meter breed. Waar de rode hekjes staan hebben we een maand geleden een opgraving gedaan. We hebben een sleuf getrokken, dwars over de Romeinse weg, om hem terug te zoeken. Omdat hier allerlei
nieuwbouw gaat plaatsvinden de komende jaren. Ja. En we willen proberen wat er nog uit de Romeinse tijd over is, zo goed mogelijk te integreren in het nieuwbouwplan van het zorgcentrum hier. Dus, we staan hier op de voormalige A12 van het Romeinse Rijk. Ja, je staat hier op de A12 van het Romeinse Rijk. En we weten dat keizer Hadrianus in 123 op weg naar Engeland, want hij kwam uit Keulen. Hij moest hier langs? Hij moest hier langs. Hij ging met zijn keizerlijke weg. Ja, de keizerlijke weg. En waarschijnlijk heeft hij toen gezien dat zijn voorganger, dat was Trajanus, die was er al mee begonnen om die weg te verbeteren, dat het werk niet goed was en dat er nog heel veel aan gedaan moest worden. En heeft, net zoals hij in Engeland opdracht gegeven heeft om de muur te bouwen, heeft hij opdracht gegeven om de weg hier te verbeteren, te versterken. En heel veel reparatiewerk tussen, zeg maar, Vechten en Katwijk, langs die Romeinse weg, op heel veel plekken hebben we opgravingen gedaan. Weten we dat tussen 123 en 126 al die reparaties nauwkeurig hebben plaatsgevonden. Dat is heel nauwkeurig. We volgen de oude heer. Ja, en we rijden waar waarschijnlijk de Romeinse weg ook weer gelopen heeft. Van Alphen naar Leiden toe. En het eerste steunpunt, militaire steunpunt, wat je tegenkomt is dan Matilo, gaan daar hier linksaf. Ja. En dat fort lag op de monding, het kruispunt waar de, het kanaal, het Romeinse kanaal van Corbulo, wat de Romeinse generaal Corbulo in... Vertel even wat dat was. En dat is een kanaal wat de Romeinen gegraven hebben om de Rijn met de Maas te verbinden. Want de keizer had besloten dat de Rijn verder ver genoeg was als uitbreiding van het Romeinse Rijk. En hij wilde zich concentreren op het veroveren van Engeland, van Brittannië. Dus hij riep zijn legers terug achter de Rijn. En om die legers dan toch maar even wat bezig te houden, besloot Corbulo, wat nogal een disciplinerakker was, zover, zo staat hij tenminste bekend, om zijn soldaten goed bezig te houden. En hij heeft ze dus een kanaal laten graven tussen de Rijn en de Maas, achter de duinen langs. En Dat was dit eigenlijk, dit het restantje van. En daar staan we dan. Daar staan we dan. Dat heet nou landschap lezen. Dat is het. Wie zou dat in godesnaam uit dit landschap hebben gelezen? Dat hier Romeinse soldaten hebben zijn graven. Ja, het is echt een zoekplaatje. Het is een zoekplaatje, maar mooi. Zullen we naar Leiden gaan? Leiden groeide pas 1000 jaar na het vertrek van de Romeinen uit van een dijkdorp aan de rivier tot een grote stad in Holland. We rijden hier nog steeds eigenlijk over die Romeinse Rijnoever. En de huizenblokken hier achter, hier aan de rechterhand, daar hebben we in de jaren 90 opgraven in gedaan, waarbij we ook nog onder de middeleeuwse stad Romeinse bewoning hebben aangetroffen. Maar dat zijn gewone boerderijtjes van boeren die langs de Romeinse weg hebben gewoond. Wat impliciet bewijst dat er geen stad was? Dat het geen stad was, nee. Gewoon een plattelandsbewoning. Steden ontstonden betrekkelijk laat in Holland. Het duurde lang voor de veengebieden waren ontgonnen en gebruikt konden worden als landbouwgrond. Om de landbouwproducten te verhandelen kwamen er marktplaatsen. Maar handel floreert alleen als er verbindingen zijn en stapelplaatsen. En als er sprake is van een bestuur dat de handel regelt, beschermt en controleert. De graaf van Holland liet in de vroege middeleeuwen hier een burcht bouwen, aan de zuidelijke grens van zijn territorium dat zich langs de kust uitstrekte tot aan Egmond, strategisch gelegen op het kruispunt van de prille handelsroute achter de duinen en die langs de rivier. Hoe echt is dit? Nou, het is nog redelijk echt. Het is veel gerestaureerd, maar zoals het er nu bij staat, geeft het toch aardig weer hoe het er ook in de 12e eeuw heeft uitgezien. Het is een qua opzet heel simpel kasteel. Dat waren de oudste kastelen in Nederland ook. Een ronde schildmuur met een weergang erop en een poort. Een weergang. Maar verder was het binnenterrein waarschijnlijk grotendeels leeg. En werd het alleen in noodgevallen gebruikt. Bevolkt en gebruikt. Dan trok men zich hier terug en dan kon men een belegering doorstaan. Die niet al te lang moest duren. Want dan, nee, want dan was je uitgehongerd. Ja, tuurlijk. Waarom waren zij graaf van Holland? De eerste graaf van Holland, voor zover wij weten, dat was Gerulf. Die heeft een hele belangrijke rol gespeeld bij het uit ons land bonjouren van de Noormannen. In de 9e eeuw is een groot stuk van Nederland door de Frankische koningen vergeven aan een aantal Noormannenheren.
En werd het eigenlijk een soort hertogdommetje onder leiding van een aantal onduidelijke Normannenbazen die hier huis hielden. En de laatste daarvan, die is door Gerolf vermoord. En die Gerolf, wat was waarschijnlijk een Fries, of van Friese kom af, maar waarschijnlijk voortgekomen uit inheemse adel, rijke jongens, die bezittingen hadden hier in West-Nederland. En dus met name langs die Oude Rijn. Dus dat was een rijke jongen die waarschijnlijk iets te vereffenen had met die Normannenjongens die hier ook in zijn gebied rondliepen. Nou, en vervolgens heeft hij zijn dynastie kunnen vestigen. Dikkie Dikkie Arnoud, Dikkie Dikkie Flo, Dik Flo, Dik Flo, Dik Ada Willem Flo, Willem Flo Jan. Zo leerde mijn moeder de namen van de 17 graven van het Hollandse huis uit haar hoofd. Het zegt meer over de leermethode op de Mulo aan het begin van de vorige eeuw dan over de steeds machtiger wordende dynastie van stamvader Gerolf. Terwijl de macht van de eerste graaf van Holland zich uitstrekte van Egmond tot Leiden, breidden de generaties na hem hun gebied en macht voortdurend uit. Floris de Vijfde had zich 4 eeuwen later al geheel onttrokken aan het gezag van de Duitse keizer en kon zich qua aanzien en macht meten met de vorsten van Europa. Kijk maar, Floris' lichaam werd in de abdijkerk van Rijnsburg begraven. Ja, precies. Hij is dus een van de graven die hier begraven ligt. Floris 4, Floris 5, Jan de Eerste. Dat zijn ze dan zeker, ja. Ik heb gehoord van de abt van de abdij van Egmond dat die graven van Holland gewoon uit statusoverwegingen. Een abdij stichten, ja. of een klooster wensen. Ja, ook uit statusoverwegingen, maar ook om bijvoorbeeld een goede daad te doen om in de hemel te komen, ja. Inderdaad. Dus, ja, dat is precies, dat dus was ook een overweging. Een belangrijke overweging. Ja. En vaak ook wel een politieke overweging die erachter zat om... je had een alternatief, je had 2 keuzes. Of je kon bezit weggeven aan je vazallen, aan je leenmannen. Maar dat waren militairen, politici, dat konden ook je concurrenten worden. Of je kon het aan de kerk geven. En de kerk was natuurlijk vaak een veilig alternatief, een veilige optie. We spoeden ons naar Katwijk, daar waar de Rijn moet uitmonden in de Noordzee. Maar helaas, het is die machtige Rijn waar Holland notabene zijn bestaan aan te danken heeft, niet toegestaan uit te stromen in zee. Hij blijkt vlak voor de kust te verdwijnen in zoiets saais als een uitwateringskanaal. Oh, nou. Veel belangstelling voor het uiteinde van de Rijn. Nou, dat is gewoon strand hoor. Pelgrimage. Ja, dat is ongelooflijk zielig dat die enorme Rijn, de grootste rivier van Europa toch? Ja, van Noordwest-Europa. Van Noordwest-Europa. En die eindigt hier in, wat is het, een boerensloot? Een boerenmatje. Helemaal zielig. Niks. Ja. Holland, met je koetjes en je weiden, ik mag jou zo gaan rijden, met je molen van de vlieg. Het zand dat al in de vroege middeleeuwen de monding van de Rijn bij Katwijk dichtslipde, is hier al sinds een paar duizend jaar overvloedig aanwezig. Niet alleen op het strand, maar ook in het brede duingebied ten noorden en zuiden ervan. Het al vroeg bewoonde kerngebied van Holland. Maar ook achter de duinen wordt het landschap gekenmerkt door brede zandruggen. Deze strandwallen en hun geschiedenis vormen ons volgende reisdoel. Ik hou van Holland, met je bossen en je hei.